En de jurist Carlo Jadnanansing hield gisteren een gastcollege op het Instituut voor Bedrijfswetenschappen IBW. Zijn inleiding ging onder meer over de gewijzigde procedure voor het oprichten van een naamloze vennootschap, een NV. Door de herziening van de wijziging van het wetboek van koophandel, specifiek gericht op de NV, is het nu eenvoudiger geworden om een NV op te richten. Jadnanansing gaf een uiteenzetting van wat de wet allemaal inhoudt en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn. De avond was open voor zowel studenten van het IBW als andere geïnteresseerden, zoals advocaten, notarissen en directeuren van bedrijven. De jurist gaf aan dat het nu onder meer mogelijk is een akte in het Chinees op te stellen, gelet op de concentratie van Chinezen in ons land. Dus je zou een akte kunnen verleiden in het Chinees en dan ben je klaar als een rechtsgeldige akte. Want er staat niet bij dat er ook een Nederlandse vertaling moet zijn. Dus je kunt gewoon een akte hebben, een NV, die niemand begrijpt. Dus hier ziet u een manco in de wet. Dus dit is duidelijk dat men dit over het hoofd gezien heeft. Dus in feite, en ik zie, ik weet niet of iemand van wetgeving hier is, maar in ieder geval is het wel iets voor wetgeving om dat te bekijken. Dus dat je dus ook verplicht dat er een Nederlandse vertaling bij moet zijn. Dus want op zichzelf is dat geen probleem. Het is goed dat ook die andere talen gebruikt worden, maar je moet dus wel die vertaling erbij zetten. Ik moet u zeggen, een van de hele belangrijke wijzigingen ook, is namelijk de eis van een verklaring van geen bezwaar. En wat is die eis van een verklaring van geen bezwaar? Is dus dat artikel 38 oud-BW, die zei dat een NV pas rechtskracht had wanneer er een verklaring van geen bezwaar afgegeven was door de president. En wat betekende dat? Dat de president inderdaad na moest gaan de antecedenten van de oprichters. De jurist Carlo Jadnanansing. Hij gaf gisteren een gastcollege gehouden op het Instituut voor Bedrijfswetenschappen IBW. Hij is onder meer ingegaan op de gewijzigde procedure voor het oprichten van een naamloze vennootschap, NV.